Jack de Gier, hoe belangrijk was de overwinning op Dordrecht richting die laatste vier wedstrijden van het seizoen? Ja, heel belangrijk. Want als je verliest daar, dan kom je op 7 punten. En nu sta je op 1 punt. En dan heb je ze binnen handbereik. En dat is wat we graag wilden. En dat is gelukt. En dan kijk ik niet alleen naar die punten, maar vooral ook in de focus bij je groep. Daarom bedoelde ik het meer. Hoe belangrijk is dat? Ja, ook dat. Maar ik denk ook wel dat het belangrijk was om te laten zien dat wij gewoon ook echt beter zijn dan Dordrecht. En ik denk dat dat ook in die wedstrijd naar voren is gekomen. En als je daarbij dan pakt op de manier waarop, ja, dan geeft dat veel vertrouwen voor de laatste wedstrijden. Wat neem je mee uit die wedstrijd? Alles wat we goed gedaan hebben. Het voetbal vooral, de doelpunten die we gescoord hebben. We zijn heel goed begonnen aan die wedstrijd. Hè. We hebben voor de wedstrijd gezegd, en ook in de pers, van we willen ons prooi opjagen. Nou, ik denk dat dat vanaf de eerste minuut wel aardig gelukt is. En daar ben je heel tevreden over. Maar ook de manier waarop de kansen afgemaakt werden, de manier van hoe we vooruit spelen, dat we met fases geduld hebben gehad aan de bal. Het bewegen ten opzichte van elkaar, er zat gewoon heel veel goede dingen in. En er zat helaas één kleine periode waarin Dordrecht 2 doelpunten scoorde. Dat was het enige smetje op die wedstrijd. Maar daarna ook weer prima afgemaakt door 2-5 te scoren en uiteindelijk ook nog 2-6. Wat mij naast uiteraard de doelpunten zo het meest opviel, was de speelsheid. Het straalde er vanaf. Had de groep dit gewoon ook echt een keer nodig? En een keer een overwinning, niet met 1-0 in de laatste minuut of wat dan ook, maar dit, die 2-6. Ja, dat heeft iedereen nodig natuurlijk. Hè. Zeker in zo'n wedstrijd waarin je tegen je directe concurrent wil laten zien dat je beter bent. En de spelvreugde die spatte er inderdaad vanaf. En dat wordt ook natuurlijk deels ondersteund door het scorenverloop. Op het moment dat jij met 1-0 voorkomt, dan merk je dat de tegenstander het moeilijk heeft met jou. Dan ga je dus steeds beter aan de bal. Dan komt de 2-0, de 3-0 komt snel. Ja, en dan moet je eigenlijk die wedstrijd misschien wel met 0-6 gaan winnen. En dat is dan 2-6 geworden. Maar ja, dat is gewoon, dat groeit in die wedstrijd. En dan zie je ook wel dat we gewoon een goede ploeg hebben die te laag staat eigenlijk. Maar we staan waar we staan en we willen nog steeds die positie omhoog schuiven. En dan wacht vrijdagavond een mooie uitdaging om die stap eventueel te kunnen zetten. Ja, kijk in de eerste divisie dit seizoen, maar in alle seizoenen, dit ligt heel dicht bij elkaar. Ik vind dat Roda zeker in het seizoen gegroeid is en dat Streppel dat aardig voor elkaar heeft gekregen. Deels door wat wijzigingen, wat nieuwe spelers erbij te halen, maar het is ook een ploeg die voor spektakel staat. Hè. De laatste wedstrijd 3-3. Eigenlijk de enige wedstrijd die ik dan teruggezien heb van hun was de 0-0 bij Go Ahead. Ja, dat is dan enigszins saai te noemen vanwege het scorenverloop, dat het niet geweest is. Maar ja, het is gewoon een goede ploeg, goede spelers. En voor ons weer een mooi meetmoment en vooral een uitdaging om daar weer volle bak tegenaan te gaan. Als ik een beetje kijk naar hun resultaten en terugdenk aan die uitwedstrijd daar, 0-0. Was de wedstrijd tegen Den Bosch een beetje de ommekeer voor hun richting dat positieve gevoel? Ja, goed. Ik heb nog vanochtend wel wat kansen voorbij zien komen die wij gehad hebben daar. Hè. Ringo en Trotman en misschien vergeet ik er nog wat. Dus daar heb ik ook nog wel een paar beeldjes van in verwerkt in de bespreking. Aan de andere kant, het is een hele tijd geleden en beide ploegen zijn een stuk verder. We zitten in de eindfase van de competitie. Roda is natuurlijk al met het hoofd in de play-offs. Hè. Alhoewel ze natuurlijk wel voorzichtig moeten zijn met een outsider die de vierde periode kan winnen. Dus een hele interessante wedstrijd weer. Tegen een ploeg die we niet mogen onderschatten, zou ik het zo zeggen. Maar een beetje vreemd in onze positie. Een ploeg, een mix van ervaring en jonge, talentvolle spelers. Ja, absoluut. Goppel heb ik nog gehad bij NEC onder 19. Ja, hij heeft zich goed ontwikkeld. Gevaarlijke speler. Ja, ik vind Fluke. Vooral bij hun zit natuurlijk ook het gevaar in de voorhoede met Vente. Met Mensaoud daarachter. Klaassen die in de controle speelt. Ja, het zit gewoon goed in elkaar. En wij moeten vooral profiteren weer van de ruimtes die we krijgen. Van ons opportunistische spel wat we graag spelen. En als we dat morgen allemaal weer kunnen brengen, dan hebben wij zeker de mogelijkheid om te winnen.
Als ik dan terugdenk, je kwam er net zelf op die wedstrijd tegen Go Eagles, die ze 0-0 spelen. Is het spel wat Roda een beetje speelt reactievoetbal? Nou, dan doe je ze wel tekort, denk ik. Maar met name ook met de spelers die je daar dan ziet. Ja, kijk, weet je, tegen Go Ahead is het gewoon heel moeilijk voetbal. Ik zag wel dat Go Ahead hun behoorlijk snel onder druk heeft gezet in die wedstrijd. En ja, daardoor misschien Roda ook wat minder aan het voetballen kwam. En je ziet in wedstrijden waarin ze wat meer de bal hebben, dat ze ook geduld hebben het moment zoeken om tot een goede aanval te komen. En ja, dat is eigenlijk wat Roda is. En kijk, op het moment dat jij met Goppel speelt en met Vente en met Fluke, ja, dan heb je in de omschakeling natuurlijk spelers die enorm gevaarlijk zijn. Dus ja, dan kan ik het ook wel billiken dat je soms voor een wat behouderende speelwijze kiest en daarop reageert. Nou, met name in uitwedstrijden. Het was dus vooral ook niet negatief bedoeld, maar vooral vanuit de kwaliteiten die ze hebben. Afwezigen bij Den Bosch? Ja, nee, een paar twijfelgevallen, maar dat horen we morgen. Dat zien we morgen dan. Ja. Succes. Oké, dankjewel.